Welkom bij Campus. Vandaag stellen we Tim Koppians en Joost van Steenkisten aan u voor. Twee sportieve coördinatoren aan de HOWEST. Zij tonen ons vandaag wat de keuzetrajecten health en fitnesscoach en coast en adventure coach precies inhouden. Health and Fitness en Adventure Coach is bedoeld voor studenten lichamelijke opvoeding. In het tweede jaar kunnen zij kiezen tussen ofwel Health and Fitness ofwel kiezen ze voor Adventure Coach. In het derde jaar komen de studentengroepen terug samen en zitten ze samen lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie. Bij Health and Fitness krijgen ze, zoals u ziet, sportmassage. Een groot deel daarvan is toegespitst specifiek naar de fitnesssector, omdat daar een grote nood is aan werkgelegenheid ook. Ook in het eerste semester komen relaxatie, ontspanningstechnieken enzovoort aan bod. Adventure Coach is opgesteld in twee grote categorieën. Dus alles draait rond buitensporten, mountainbike, muurklimmen, touwparcours. En het tweede leuk is dan de kustsporten en de watersporten. Ze maken kennis met kiten, strandzeilen, maar ook de klassieke sporten zoals zeilen en surfen. Even herhalen. We houden een half even acht, zoals daar in onze muskelton gaan steken. Hoe gaan we achter? Ik ben een paar jaar in het buitenland, zo in Spanje, op stages en zo. En vorig jaar heb ik een grote vakantie rondgekeken van de richting die mij interesseerde. En toen ben ik hierbij gekomen bij Adventure. Er was keuze tussen fitness en Adventure. En Adventure sprak mij veel meer aan. Ook omdat de sporten me ook veel meer aan te binnen zitten, is niet voor mij. Ik zou later heel graag naar het buitenland gaan. En daar proberen monitor te zijn van bepaalde stages voor canyonings en rafting. Is het omdat het adventure is dat er hier zo weinig meisjes zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat de meesten liever fitness doen. En hoe voelt het tussen al die jongens? Goed, we kunnen goed als mannetjes staan. We gaan vandaag nu eens tonen hoe we een opwarming op een andere manier geven. Om het speelser te maken voor de mensen, zodanig dat het niet altijd hetzelfde is, waardoor dat ze dan vroegtijdig stoppen ofzo. Het sprak me aan om te werken met gewichten. Ik wil zelf ook een beetje letten op mijn figuur. En ik wil hier buiten gaan uit deze school met zulke wissels. Je hebt nog een jaar, lukt dat? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben volop bezig. Het is een trend die steeds meer opkomt, de fitness. Dus voor jobmogelijkheden later ook. En het interesseert me echt om daarin later verder te gaan ook. Was je zelf al vaak aan het fitnessen? Vooral in de winter ging ik veel aan de fitness, omdat het dan ook slecht weer is en allemaal. En vooral in de winter dus. Wat vind je van de opleiding? Zeer interessant. Het is een rijk gamma dat ze aanbieden. Dus niet specifiek op één iets, maar echt, we hebben al veel gezien van aquafitness tot yoga. Dus alles komt aan bod. Stop, dat is het. Bonjour, hè? Doen ze het een beetje goed? Ja, ze doen het heel goed. Heel goed. We zijn nog maar pas begonnen, hè? Het wordt nog beter. Het wordt nog beter, inderdaad. Ik hoop het. Is dit waarom je voor fitness gekozen hebt als keuzevak? Onder andere, ja. Massage en wellness interesseert me wel. Ja, ja, toch zeker die massage erin. En wat wil je daar later mee gaan doen, qua beroep? Gewoon misschien personal trainer of iets in die aard. Hallo leerkracht, en daarbuiten misschien nog in de fitness werken. Met extra uren zelf fitness openhouden en eventueel nog andere mogelijkheden. Wat is jouw favoriete vak? Nu massage. Maar wel zelf gemasseerd worden natuurlijk. Met het
keuzetraject Health & Fitness kunnen onze studenten zeker terecht in de arbeidsmarkt van alles van fitness en gezonde levensstijl. Het grootste deel zal waarschijnlijk toch in de fitnesssector terechtkomen. We zijn ermee gestart omwille van het feit dat het vroeger een zeer versnipperd aanbod was. We boden een stukje fitness aan, we boden een stukje adventure aan, we werkten met bijzondere doelgroepen. Maar eigenlijk gingen we nooit diep genoeg in op één iets. En dan hebben we toch besloten om twee grote aspecten, dus het gezondheid en fitness en die adventure, wat meer uit te diepen. Aangezien dat er ook vanuit die twee werkvelden een grote vraag was naar te werkstellen. Je zoekt een opleiding in het hoger onderwijs? Bekijk zeker het aanbod van HoWest, de Hogeschool West-Vlaanderen. 7 masters, 22 bachelors, campussen in Brugge en Kortrijk. Dit jaar schreven zich 50% meer studenten in aan HoWest. Stappers kunnen op zondag 18 oktober deelnemen aan de KHBO Campustocht langs tal van rustige wegen in en om de Brugse binnenstad. Een organisatie in samenwerking met de Brugse Globetrotters. Je kan kiezen uit verschillende afstanden. Van fysicus tot historicus, van taalkundige tot medicus, van ingenieur tot pedagoog, van jurist tot wiskundige, van psycholoog tot bio-ingenieur. Dit alles en nog meer via de opleidingen op de KU Leuven Campus Kortrijk. Kato biedt je een sterk studieaanbod in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Daarnaast biedt de hogeschool eveneens het studieaanbod wellnessconsulent aan. Ondernemen, het zit in ons. Vorige donderdag ging ons promoteam op het Student Welcome Concert in Brugge op zoek naar 3 studenten die het meest op onze oranje zitzak lijken. Bart Broeke, Stefanie van de Velde en Jill Broeke vielen in de prijzen. Ben je zwanger? Ja, van een tweeling eigenlijk. Eentje vooraan en eentje van achter. Ja. Alles voor de fatboy dus. Excuseer? Alles voor de fatboy dus. Zeker, zeker. Kussens en al. En sjaals. Ja, alles ervoor. Je hebt hem meteen al even getest. Zit hij goed? Ja, supergoed. Kan je een mooie plaats krijgen ook? Ja, ja, we hebben net een nieuw huis. Dat is ideaal. Dus, Speciaal in het oranje gekomen of toeval? Toevallig. Ja. Maar een leuk toeval. Een heel leuk toeval. Proficiat, mogen we even kijken, zelfs met een oranje broek inbegrepen? Ja, absoluut. Ik dacht, ja, we zijn hier op, mooi in de Magdalenazaal in Brugge voor de student welkom. Dus dacht ik, ja, een fatboy-wedstrijd, volledig in het oranje komen. Hè. Dus, gaat een mooi plaatsje krijgen? We gaan absoluut een mooi plaatsje krijgen in onze studentenlokaal van de Zwanen, de studentenclub van Brugge, de belangrijkste studentenclub. Bij deze zijn al onze zitzakken uitgedeeld. Proficiat aan de winnaars.